Na het bekijken van het Dalí Museum in Figueras brengen we op korte afstand daarvan nog een bezoek aan het enorme fort van Castel de Saint-Ferrand, ooit het op één na grootste fort van Europa. De constructie van het fort begon in 1753 en werd gebouwd volgens de bouwmethoden van de Franse militair architect Vauban, als verdedigingswerk tegen diezelfde Fransen. Binnen de muren waren zo'n 6000 manschappen en 500 paarden gelegerd. Dwars als we zijn, maken wij de tocht door het fort van achteren naar voren. En we beginnen bij de ondergrondse catacomben. Gezien het grote aantal drinkbakken is het ons wel duidelijk dat hier de paarden hebben gestaan. Het geeft ons een apart gevoel om hier zo vrijelijk rond te kunnen lopen. Het fort heeft een stervormig bouwplan met 5 bastions. Vanaf dit deel van de vestingmuur krijgen we al een goed beeld van het door grachten omgeven monumentale complex met een omtrek van ruim 3 kilometer. Vanaf de opdracht door koning Ferdinand VI in de 18e eeuw voor de bouw van een verdedigingswerk tot in de 20e eeuw heeft het militaire fort zijn dienst bewezen. En ook Salvador Dalí was in 1927 een van de dienstplichtigen. Gedurende een korte periode werden ook gevangenen hier ondergebracht. Onder de binnenplaats is destijds ter bevoorrading van manschappen en paarden een immens reservoir aangebracht voor de opslag van miljoenen liters water. Het complex wordt dan ook toepasselijk waterkathedraal genoemd. In het begin van de 19e eeuw is het fort veroverd door troepen van het Napoleonistische leger, maar werd al snel weer teruggewonnen door inheemse troepen tijdens een gedurfde aanval. Zo eindigde de eerste en ook laatste bezetting van dit enorme fort. Bovenop de vestingmuur, van waar we een fantastisch zicht hebben over en rondom het grootste monument van Catalonië, genieten we nog even na van dit bijzondere verdedigingswerk, het Castel de Saint-Ferrand.